Door, door. En daar is hij los, de remmen zijn los, de uiterst effectieve remmen waar die berucht om is, die B25. En die geweldig grote wielen waardoor hij op allerlei, niet altijd asfalt nodig heeft om op te landen. Dames en heren, daar komt hij aan, de Noord-American B25 Mitchell van de Koninklijke Luchtmacht, historische vlucht. Lekker laag, en dan heb je een hele hoge snelheid, dan trek je aan de stok en dan kan er een flinke klim gemaakt worden. Er zijn in Nederland 300 van die B25's operationeel geweest, van 1943 tot 1945 vanzelfsprekend bij de RAF. Tot 1954 zijn ze zelfs op Valkenburg, de luchtmachtbasis, die ja, inmiddels gesloten is helaas. Zijn ze actief geweest. Er wordt vandaag gevolgd door de Jan Maata. Bij de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij. U weet wel, de KLM. En dat is het mooie van die luchtmachtdagen zoals we vandaag hebben, is niet alleen dat we vanuit Defensie laten zien van wat er zo allemaal vandaag al speelt, maar we laten eigenlijk de hele geschiedenis en we laten een compleet beeld van de luchtvaart zien. En het is het meest gebouwde tweemotorige vliegtuig van de Tweede Wereldoorlog. Het is zwaar vliegen, deze pist. Dat is wel. De Maasdam en zijn co-piloot moeten hard werken om deze manoeuvres met de B25 te kunnen maken. Dit vliegtuig ook in Australië gebruikt. Dus die B25 heeft 18 squadron dat in Canberra en in Bachelor vloog. Dat was tussen 1942 en 1950. Vanzelfsprekend zo. Maar in de oorlog is dit vliegtuig in de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk het meest bekend geworden van de Raid on Tokyo. Amerika was in oorlog gekomen in 1942 na Pearl Harbor met de Japanners ook. En op een gegeven moment was het nodig, vonden de Amerikanen, om te kijken of ze op Japan zelf iets konden gaan doen. En toen hebben ze generaal Jimmy Doolittle zover gekregen om zijn mannen in het geheim voor te bereiden op een hele speciale missie. Met deze B25. En toen zijn ze zo dicht mogelijk, zo ver mogelijk naar Tokio toegevaren. In het hoofd van de nacht. Een van de mooiste teksten uit dat verhaal is dat Jimmy Doolittle tegen zijn mensen zei: als je niet bang bent, dan mag je niet vliegen. Daar kwam ongeveer de tekst op, want het was zo'n ongelooflijk riskante operatie dat als je daarvan dacht, oh dat doe ik wel even, dan had je toch echt wel een probleem.
En dus alle mannen bleven hierheen. Die zijn toen gaan trainen, eerst op een vliegveld waar het vliegdekschip was afgetekend. Maar naar dat vliegdekschip gegaan en uiteindelijk zijn ze opgestegen en naar Tokio gegaan. Wat natuurlijk verbijzend was voor de Japanners, die dachten, toen die hier nooit komen, ze hebben geen vliegtuigen die dat bereikt hebben. En die hadden dus net op de dag dat Jimmy Beaverton, dat die in staat zou zijn om dit te bedenken en te organiseren. De grote voorstanders van een onafhankelijke luchtmacht, dat was Jimmy Doolittle overigens ook in Amerika. Want tijdens de Eerste Wereldoorlog was bij onze eigen B-5 was de luchtmacht van Amerika het onderdeel van het leger. Het was dus de USAAF, de United States Army Air Force. Was na de oorlog werd het echt de Air Force. Ja, en over de vliegtuigen die we vandaag nog hebben, die ook in Nederland en de zijn verdeeld over de verschillende luchtmachtonderdelen en ook de marine. De marine hebben we, als ik het goed heb, maar dat moet jij mij even corrigeren, Victor. Dit vliegtuig ook te maken gehad met bij de oprichting van het squadron in Engeland van de marine luchtvaartdienst. Ja, dat is juist. En daarom heeft hij ook van 1946 tot 1953 bij het 320e squadron MLD gevlogen. En zo is dat. En dan is dus de marine luchtvaartdienst. En tegenwoordig hebben we natuurlijk nog een onderdeel vliegende marine en die wordt bemand of die wordt gevlogen door de NH90, de gloednieuwe fly-by-wire helikopters die vandaag ook aanwezig zijn hier op het vliegveld in Leeuwarden. Nou, daar komt de Mitchell binnen voor de landing, kort ingedraaid, prachtig. En het is inderdaad zwaar vliegen, het is een van de laatste vliegtuigen waarbij de roeren nog gewoon met de hand bediend worden. Allemaal gewoon stuurkabel en dan naar de roeren. En hoe harder het vliegtuig vliegt, hoe zwaarder de roeren zijn. Nou, Jan Maasdam komt hier aan met de B-25 Mitchell voor zijn landing. En dan gaan we lekker door met een heerlijk programma de hele dag door. Je moet zich voorstellen dat na de oorlog waren er natuurlijk van die 10.000, bijna 10.000 Mitchells, waren er nog wel een paar duizend over. En die werden verkocht in die tijd door het Surplus Sale Office van Defensie in Amerika voor $1400. Daar kun je nu nog niet eens een schroef van deze kist voor krijgen. Hier ziet u dat Maas dan het uiterste eruit melkt en maar blijven trekken aan zijn stick totdat het vliegtuig zelf de kracht er niet meer voor heeft en dus de neus laat zakken. Prachtige demonstratie, dames en heren, van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht Noord-American B-25. Op het scherm, dames en heren, laten we u zien wat er straks aan zit te komen. U ziet hier de voorbereidingen van de Red Devils, het demonstratieteam van de Belgische luchtmacht. Vandaag veel Belgische vrienden om ons te prepareren op morgen als het Europees kampioenschap begint. En wij natuurlijk allemaal fans van België zullen zijn. Ondanks dat onze Zweedse speler gezegd heeft dat alle Nederlanders achter Zweden moeten gaan staan.